Hallo Leo, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand februari 2018. Ik ga de Rider Weet Tarot kaarten gebruiken. En zo dadelijk, wanneer ik klaar ben met schudden, trek ik daar één kaart voor jou uit die laat zien wat jij speciaal als leeuw in de maand februari mag verwachten. Wat de tendens is, wat de ontwikkeling is, maar het geeft hopelijk ook een stukje advies en inzicht voor jou als leeuw. Nou, inmiddels heb ik ze al flink geschud en de kaart die naar boven komt is heel toevallig, maar ja, toeval bestaat niet, hetzelfde als bij de kreeft. Wat wil zeggen dat voor jou in februari is het ook heel erg belangrijk dat jij jezelf wat meer laat zien. Je bent wat veel op de achtergrond gebleven en eigenlijk is dat niet iets wat bij jou als leeuw past. Want een leeuw is iemand die toch graag een publiek als het ware om zich heen heeft. En die graag in de belangstelling staat of in ieder geval gewaardeerd wordt voor wie die is en wat die kan. En daar word jij in ieder geval in de maand februari voor beloond. Als jij weer laat zien wie je bent, laat zien wat je kunt, meer gaat doen met je talenten en mogelijkheden, dan zul je daar ook weer veel meer voor gewaardeerd worden. Niet alleen financieel, waar de pentagrammen voor staan bij deze kaart, maar ook in de vorm van complimenten, een baas die ziet wat jij wel of niet doet, of jij vooral dan ook in dit geval wat je wel doet en vooral goed doet. Het kan ook zijn dat je meer waardering krijgt van je vrienden, van je relatie, van je familie. Overal waar je nu energie in gaat steken, waarin je jezelf weer laat zien en laat stralen, want een leeuw heeft gewoon nodig om zichzelf te laten stralen, ja, dan zal dat hele mooie ontwikkelingen teweeg brengen in de maand februari. Dus kruip uit je schulp. Ik zou zeggen, wapper je manen uit, zoals alleen een leeuw dat kan doen. En laat jezelf weer zien, want de mensen missen je en willen je heel graag weer op je plek zien. Dus maak de show weer waar en kom tevoorschijn en haal weer het beste uit jezelf. En dan maak je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen weer ontzettend blij. Ben bewust van wie je bent en wat je kunt. En laat het zien. Dat is eigenlijk voor jou de boodschap voor de maand februari. Nou, ik hoop natuurlijk ter harte dat je daar iets mee gaat doen. Ik wens je dan ook een hele goede maand februari toe. En ik dank je natuurlijk hartelijk voor het kijken. Doei!